voor jullie weer een shoplog. Ik maak meestal een filmpje van de dingen die ik gekocht heb, omdat ik dat makkelijker vind dan overal foto's van te maken. En ik heb weer een aantal dingen die ik graag met jullie wil delen, dus als je daar benieuwd naar bent, blijf dan kijken. Allereerst heb ik een paar nieuwe laarzen gekocht, bruine laarzen, want die had ik nog niet. En als je denkt, wat een grote voet. Nou, dat klopt. Ik heb maat 42. Meestal heb ik maat 41, maar van deze heb ik maat 42. En ze zijn van echt leer. En ze komen ongeveer tot mijn knie, best hoog. Niet over mijn knie. En ze waren afgeprijsd van 140 naar 56. Echt 60% korting bij House of Shoes. En toen was ik later nog in een andere stad. En daar hadden ze ze ook, maar daar waren ze nog maar 40% afgeprijsd. Dus het scheelt dus echt waar je gaat en welk filiaal. Nou, bij House of Shoes heb ik die dus gekocht. Toen ging ik naar de H&M. En daar heb ik een vest gekocht. En daar moet ik even voor staan. Want hij is best lang. En het is een beetje moeilijk om het fatsoenlijk te showen. Oh, wacht. Sorry. Maar ja, je kan je wel iets bij voorstellen. Hij is heel lang. En heel lekker warm. En dat was maar 10 euro. Hij is een beetje poederroze van kleur. En bij de H&M kocht ik ook een nieuwe jas. Een nieuwe jas dus. En het is een beetje moeilijk om te zien, maar er zit hier zo'n centuur ook nog. Dus nou ja, op mijn site staat een foto waar ik hem aan heb. En daar draag ik ook de laarzen, dus dan kan je die ook gelijk zien. Oh, kijk, deze was 60 geloof ik. Even kijken. Ja, 59,95. En bij de H&M kocht ik ook nog een foundation. Nog nooit gehad van de H&M. Deze was nog maar 2 euro normaal. 4,95. Dus ik ben benieuwd. Ik verwacht er niet veel van. Maar ik laat je in ieder geval weten wat ik ervan vind. En ik kocht van deze potjes. Die waren al maar 1 euro. Makkelijk als je losse poeder of zo. Of als je wilt die potten, weet ik veel. Ik weet nog niet waar ik ze voor ga gebruiken. Maar ze zijn altijd handig. En toen ging ik naar Kruidvat. Want dat was 1 plus 1 gratis op Catrice. En daar heb ik Run Forest Run gekocht. En daar heb ik alle 3 de nieuwe lakjes van Catrice. Yeah! En ik kocht, weet je ook weer, Captain of the Black Pearl. Een hele mooie diep zwarte kleur met glitters. En als laatste ben ik nog naar de Zara geweest. En ik heb volgens mij maar nu 2 keer in mijn leven iets gekocht bij de Zara. Ik kan er echt nooit slagen. Maar ik moest een nieuwe spijkerbroek hebben, want ik heb er maar 1. En ik wilde gewoon een donkere spijkerbroek. En ik kon echt nergens echt een donkere zonder vale plekken of zo vinden. Dus toen ging ik toch maar naar de Zara. En daar heb ik hem gevonden, maar ik heb hem nu aan. Dus je kan hem niet echt goed zien. Maar wacht. Zo. Ja, je kan het alsnog niet echt goed zien, maar hij is gewoon blauw, donkerblauw. En ja, niet speciaals eigenlijk. En ja, dat was het alweer. Bedankt voor het kijken en tot ziens. Doeg!